Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Hearts of Iron 4 met Nederland. Berlijn is bevrijd. De Engelsen hebben het noorden van Duitsland inmiddels in handen. Dat betekent dat alles redelijk goed uitziet. Wat groen, wat rood, maar over het algemeen dus slagen die gewonnen worden. We proberen ook een beetje een grens te bouwen die te verdedigen is. Ik denk dat we hier zo'n beetje rond de rivieren blijven hangen. Jullie trouwens de aanval wel kunnen stoppen. Hier, ja, moeten we niet per se nog doorbreken. Het is wel lekker om straks hier tot aan deze rivier te komen. Tot aan deze berg te komen, maar dat hoeft allemaal niet per se. We naderen trouwens Praag. Oh, geinig. Ja, kijk, het Sudetenland. Misschien wel een mooie plek om dan een soort van een grens in te bouwen. Wij zijn geen troepen aan het trainen. Terwijl we wel meer dan genoeg middelen hebben daarvoor. Eens even kijken. Zij zouden wel wat extra mannen kunnen gebruiken. Aan de andere kant kunnen we volgens mij qua tank. Even kijken. Ja, qua tanks liggen we nog wel wat achter. We kunnen wat tanks gaan bouwen. Misschien nog een beetje vroeg. Nee. Hoe staat het ondertussen met alle construction? Het gaat vooral om werkzaamheden aan bunkers en dergelijke. Dus dat gaat allemaal. Pardon, dat gaat allemaal goed. Dus volgens mij kunnen we de pauze opheffen en gaan we weer verder. Als we nou even daar naartoe gaan, dan kun je hier mooi even assisteren. Dat gaat niet veel beter, maar goed. Ja, groene cijfers, mooi. Nuclear effort. We maken dus ook progressie op het nucleaire front. Wat is dit? Motorized effort, aviation effort. Reduce the head of penalty by 100%. Oké, kunnen we dit air support tagje gratis mee pakken? Insufficient resources, dat weet ik. Hoe erg is het? Nou, behoorlijk zo te zien. Ja, heavy tanks zijn veel, light tanks zijn natuurlijk ook veel. Ja, we zitten hier een beetje tanks te bouwen die wij eigenlijk nog niet nodig hebben. Dat is een beetje zonde misschien. Toch even een paar tankdivisietjes bouwen dan. Train, laten we zeggen. Stuk 12. Ik weet niet of we daar genoeg resources voor hebben, maar goed. In Amsterdam. Laat die productie dan toch maar even doorgaan. 14, 14, 14. Artillery is filled. Oké. Equipment hier loopt nog steeds. Ja, dit moet wel een prioriteit zijn eigenlijk. Deze is niet zo belangrijk. Die dan op zich weer wel. Hoe zit het met onze fabrieken? We hebben op dit moment heel veel die onkeurig aan het repareren zijn. Maar misschien moeten we toch een klein beetje inzetten op de staalindustrie. Hop, het lijkt dat we heel veel nodig hebben, maar toch maar even doen. Olie ook. Daarmee heeft Amerika ook meteen meer fabrieken en kunnen ze ons dus beter helpen. Hou ik er toch nog wel wat over als het goed is die mee kunnen bouwen. Yes, oké. Goed. Ik hoor een hoop geschiet. Het ziet eruit dat de laatste stad ook wordt ingenomen. En dat daarmee hier al onze ideale grens in ieder geval bereikt is. German Reich declares war on Yugoslavia. Heel bijzonder. Je bent al aan het verliezen en dan ga je eens nog een andere oorlog beginnen. Ja, bijzondere tactiek, zullen we maar zeggen. Hier is de grens bereikt, dat is mooi. Althans, de NVD is natuurlijk nog innemen, maar ja, daar is hij. Oké, dat betekent dat zij een doel bereikt. Dat betekent dat zij een iets andere grens kunnen krijgen, wat mij betreft. Edit. Ik denk dat jullie tot hier maar hoeven te vechten voor mij. En dat zij dus grens juist tot daar mogen doen. Zo. Is hier nou een beetje overlap? Ja, dat lijkt het wel op. Dus gaan we even opnieuw tekenen. Ik gooi die er gewoon even helemaal uit. Zo. Jullie gaan dus strijden vanaf hier. Tot aan daar. Nu hier een klein beetje overlap. En jullie aanvalsplan kan wat mij betreft hier redelijk stil liggen.
moeten we het gewoon even zo doen. Hier die rivier weer volgen. Ja, trouwens, we gaan even boven langs, veel beter. En hier maar weer een beetje die Sudetenlandgrens volgen. Zo. Yes, execute, execute en go. Ik denk dat hier wat drukte vanaf kan, wat mij betreft in ieder geval. Misschien ook handig om hier wat bunkertjes te bouwen. Dit zo te zien allemaal goed. Ik zie veel groen. Hier gaat het nog niet top. Dan kunnen we straks misschien mooi die tanks inzetten. Trouwens ook maar even prioriteit van maken. Productie gaat zo te zien behoorlijk langzaam. Ja, misschien moeten we gewoon die vliegtuigproducties even wat lager zetten. Zo. Die is ook niet zo belangrijk meer. Dan kan die misschien wel wat hoger, want die is nog wel belangrijk. Yes, en de rest dan weer daar. Oké, we zitten met de construction. Hier en daar nog wat reparaties. We beginnen die al bijna af zijn, maar even een beetje bovenin zetten. Zo. Atomic Research is binnen. Op naar de volgende. Nuclear Reactor betekent dat we straks dus ook kerncentrales kunnen bouwen. Misschien is het ook wel handig om zelf wat olieraffinaderijen aan te schaffen, al hebben we die technologie nog niet. Dus dat is dan misschien wel de eerstvolgende research die we gaan toevoegen. Goed, Rusland heeft nog steeds geen oorlog met de Duitsers volgens mij. Nee, alleen met ons. Toch vreemd. Weer groene cijfers, dat is mooi. Hoe gaat het ondertussen in Indonesië? Dat is allemaal nog in handen van ons. Tenminste, dat denk ik wel. Het ziet er allemaal geasseerd, maar het is waarschijnlijk dat ze daar gewoon het commando hebben gekregen. Ja, nee, precies. Ik zie nog geen enkele Japanner. Oh, dat is niet helemaal waar. Hier zitten ze. Beetje. Die moeten we even in de gaten houden. En hier tenslotte Afrika. Ja, dat lijkt toch een wat lastiger scenario. Hoewel die grens hier gigantisch is. Het is gewoon veel te veel. Dus misschien moeten we die grens misschien gewoon even een stukje kleiner maken. En dan inderdaad gewoon het aanvalsplan zo. Execute doet hij al zo te zien. Dus die nou aanpakken. Die hebben natuurlijk geen backup of niks. Nou, dat zien we al geregeld. Dat jij er even naar binnen loopt. Oh, kijk, ze stonden niet allemaal aan het front toegewezen. Dat is bij deze dan wel gelukt. En de aanval dus met name... Nou ja, laten we maar zo beginnen. Ik ga kijken hoe ver het verder... Heeft hij hem nou? Zo. Twee stapjes. Mooi. Nou, er zit een klein beetje vooruitgang in. Zo tussen hier. Allemaal in het groen. Wow, wow. Je hoeft hier niet verder aan te vallen, vriend. Dit is gewoon... stop. Een beetje verdedigen, maar niet verder doordringen. Want dan staan we straks ineens aan de... Russische grens, dat is niet de bedoeling. Aan de andere kant, we kunnen natuurlijk al gewoon Polen bevrijden, denk ik. Kijk hoe dat loopt. Dit lijkt me dan een Pools stukje. Nee, nog niet. Hier begint Polen, oké. Okay. Ja, aan de andere kant, als we verder op kunnen schieten, moeten we dat misschien ook maar gewoon doen. Hier wordt het langzaam ook weer groen. Betekent dat de druk op... het Duitse front hier ook groter wordt. Inmiddels komen heel veel Amerikanen binnen. 25 regimenten komen hier ineens binnengelopen. Onze vloot houdt stand tegen de Duitsers hier. Subs, Nederlandse vloot. Die Nederlandse vloot ga ik op het bredere opdracht geven. Convoy raiding.
control plus right click is cancel. Oké, dan mag jij, wat mij betreft, comfort rating hier en hier gaan doen. Ik denk maar dat hier nog wel wat convoys te raiden vallen, om het zo maar te zeggen. Ze waren een slag met de Japanse vloot hier, door de Engelsen. 115 fabrieken. En hier is er eentje stuk. 23 april, dat is binnen 10 dagen. Expeditionary Forces from Australia. Die mag je even zelf houden. Ja, hier blijven we maar groeien, terwijl het eigenlijk helemaal niet de bedoeling is van dit frontje. Maar blijkbaar heeft hij er vertrouwen in. Het enige frontje dat slecht werkt eigenlijk is dat Belgisch gebeuren. Maar goed, ook daar komen de Amerikanen aan. Nieuwe infantry equipment. We die erbij onderzoeken. Dat betekent dat we die ook moeten gaan bouwen. Production. Daar zit hij. Dan gaan we dus door naar level 3. Dit wordt absoluut een nieuwe prioriteit. Zo. Wow. Kijk even naar mijn generaal. Is inmiddels een panzerleader, fortress buster, ranger, urban assault specialist, engineer en trickster. Hij heeft behoorlijk wat bijgeleerd in de oorlog. Deze dan eigenlijk helemaal niks. We hebben onze Belgische aan. Ja, die heeft ook hillfighter, engineer, trickster en ranger. Oké. Ik weet niet wat ze allemaal kunnen leren. Ik zou zeggen, blijf bij drie dingen beperkt zo. Maar ja, die van ons kan inmiddels alles. Is natuurlijk ook wel logisch. Natuurlijk hier geleerd om te verdedigen met bunkers. Vervolgens hier allerlei bossen doorgetrokken, rivieren overgestoken, bunkers uitgeschakeld. Dus ja, het is wel logisch dat hij daar natuurlijk steeds meer ervaring in opdoet. Hoe zit het hier? We naderen de heuvels zo te zien. Dat geeft de vijand natuurlijk een behoorlijke verdedigende bonus. Want het zijn natuurlijk wel bergen waar we het hier over hebben. Is dit een stukje Tsjechië? Nee. We naderen nu wel Tsjechië. Province is hills. Het zal dan wel echt mountain zijn. Ja, precies. Daar moeten we wat mij betreft in ieder geval niet naartoe. Met of zonder engineers. Kijk, hier gaan we bijna echt doorbreken. En dan staan we daar ineens hier. En is het dus echt een splitsing geworden. Ondanks dat neemt hier de druk nog niet echt af. Luxemburg is weer bevrijd. Dat is mooi. Die zijn volgens mij al 10 keer gewisseld van eigenaar in deze oorlog. Die wij in oorlog zijn veranderd niet. Hoe zit het met de tankproductie? Die gaat, nou ja, die gaat zijn gangetje. Maar gaan we iets kleiner maken. Want het kost wel heel veel materiaal met name. Zo. Misschien maar gewoon wat extra manschappen trainen. Hier kunnen er nog een stuk of 9 bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 te veel. Check. Oké. Gas comfort is binnen. Op naar de volgende. Rockets. Rocket specialty. Flexible navy of vooral een large navy. Fleet doctrines of... Ja, submarine effort heb ik niet zoveel mee, dus gaan we voor large navy. Oké. We vallen hier blijven doorgaan. Ik weet dat verstandig is. Ik zie de manpower. De timer heeft ook geklonken. Het is wel heel tof dat we hier inmiddels dus die ook die mountains innemen. Military police hebben we nog niet zo nodig. Logistics ook niet. Gaan we dan voor de medium tank of zoeken we twee keer de nieuwe heavies? Nee, we gingen eerst trouwens voor synthetic oil. Dit kan ook allemaal verbeterd worden. Construction 5. 212 dagen, dat is vrij lang. Dit is allemaal al redelijk onderzocht. Rocketry heb ik nog niet echt nodig. Ground support is leuk, maar we hebben niet echt bommenwerpers of iets dergelijks. Naval doctrine. Organization. Trade introduceren. Het is vooral om vijandelijke transportschepen onderuit te schieten. Of vooral vijandelijke basis aan te vallen. Ik denk dat we gewoon een sterke vloot op zich moeten gaan. Niet zozeer
niet zozeer andere vloten via de lucht uitschakelen, want die mogelijkheid hebben we toch niet. Oké, dan gaan we hem hier weer afronden. Bedank ik je opnieuw voor het kijken en hoop ik je morgen weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Hearts of Iron 4 met Nederland. Heel graag, tot dan!